Arjan die vraagt zich af hoe je het beste een vijver kan bouwen met een hoge grondwaterstand. Wij zitten hier in Aalsmeer. Nou, wij wonen hier op Koffiedik. Op 40, 50 centimeter kun je, hebben we hier al plaatsen waarin je met grondwater te maken hebt. En nou ja, we hebben laatst een vijver gebouwd bij de Hoge Veluwe. En dan konden we op 2,5 meter nog met ons sokken lopen. Dat was kurkdroog. Dat is natuurlijk veel makkelijker bouwen. Hier is dat lastiger, dus met een hoge grondwaterpeil is dat lastiger. Maar het is wel te doen. Sowieso kun je ervoor kiezen om je vijver voor een gedeelte boven de grond te laten uitkomen. Ik zou het niet te hoog doen, maar je kan dus een aantal centimeter, 30, 40 centimeter winnen. Omdat je hem boven de grond doet. Als je hem bijvoorbeeld op 2 meter diep wil hebben. Maar het is van tevoren heel goed om een goede afwatering te maken in de tuin. Wat wij vaak doen is een grote PVC-pijp van een 40, 50 centimeter in diameter. Die werken we de grond in. Dus we graven een gat van 2, 2,5 meter. Daar gaat die pijp in. We doen daar grind omheen en dan eigenlijk vanuit het gat wat we aan het graven zijn, leggen wij drainagebuizen richting die buizen. En dan hou je het erg goed droog, als je natuurlijk wel een dompenpomp in die PVC-buis doet, die het continu weg aan het pompen is. Daar moet je wel vlot mee zijn, want over het algemeen is het niet goed om voor een langere periode het grondwaterpeil lager te houden. Ja, rond je huis, rond de palen van je huis of rond de palen van een burenhuis. Want ja, dan heb je kans dat er een betonrot ontstaat of dat dingen gaan verzakken. Dus je moet er niet een half jaar zoiets hebben. In de periode dat je hem bouwt moet je dat gaan doen. En let erop dat je officieel alles wat je dieper dan een meter graaft, dat je daar een vergunning moet voor, of een bouwvergunning voor moet aanvragen bij de gemeente. Dus als je dat doet, dat je daar houden ze dus wel rekening mee met je grondwaterpeil.